Hallo allemaal, het is maandag, oftewel het begin van een gloednieuwe februariweek. Ik tweette laatst dat jullie een verhaal konden insturen van mij en een jongen die alleen thuis waren. En voor het gemak kon je die jongen maar even Thomas noemen. Maar, oh, Thomas! Oh, hey! Oh, dat had niemand verwacht. Oh, oh! Oh, daarom moesten jullie... Oh. Maar goed, Thomas, er zijn dus meerdere verhalen over ons geschreven. Ze wisten alleen niet dat jij Thomas was. Nee. Dus we gaan één verhaal voorlezen en naspelen. Een soort fanfiction uitvoeren. Het verhaal heet De Onvergetelijke Date. Het is zaterdagochtend. Rutger is net wakker en bedenkt zich ineens dat vandaag een speciale dag is. Hij heeft hier zo lang naar uitgekeken. Vandaag is namelijk de dag dat Rutger een date heeft met Thomas. Woe! Vandaag heb ik een date met Thomas! Eindelijk! Eindelijk! Ja, weet je, ik probeerde al deze afspraken met je in te plannen, maar ja. Al jaren probeerde wij. Ja, dat is zo'n drukke. Ja. Rutger pimpt de boel nog een beetje op en zet de laatste dingetjes klaar voor de date. Ik zet de laatste dingetjes klaar! Even later gaat de deurbel en Rutger weet niet hoe snel hij naar de deur moet lopen. De deurbel! Ik ben best slim, maar ik weet niet hoe snel ik nu naar de deur moet gaan lopen. Zo snel? Of zo snel? Of... Paniek! Rutger doet de deur open en loopt meteen naar buiten om een knuffel te geven. Thomas! Alleen heeft hij niet door dat hij de postbode een knuffel geeft. Huh? Oh, sorry, ik ben de postbode! Oeps, zo zenuwachtig en dan ook nog de postbode een knuffel geven. De postbode kon er gelukkig wel om lachen. Oh. Gelukkig kan ik er wel om lachen. Oh, sorry, ik ben zo zenuwachtig. Rutger gaat op de bank zitten, wacht op Thomas die nu wel elk moment kan komen. Dan gaat de deurbel. Rutger loopt naar de deur en ziet dat het Thomas is en ze geven elkaar een knuffel. Thomas! Yes. Kom verder! Is goed! Samen kletsen ze even gezellig bij en bedenken ze wat voor leuks ze willen gaan doen. Zullen we nu gezellig bij gaan kletsen? Ja, daar heb ik echt heel lang op gewacht op dit moment. Ik ook. Gezellig. Heel leuk. Thomas stelt voor om de Chubby Bunny Challenge te beginnen. Ik weet iets leuks wat we kunnen doen op een romantische date. Nou Thomas, vertel. De Chubby Bunny Challenge. Wat een enorm goed idee. En zo gezegd, zo gedaan. Ik begin. Oké. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Zo, nou, bij mij is het allemaal uitgekomen. Ik heb gewonnen. Romantisch. Yes, een date. Rutger had zijn date niet zo voorgesteld en zet de televisie aan. Ik had de date niet zo voorgesteld, Thomas. Oh. Ik zet de televisie aan. Na een paar seconden begint Thomas enorm te lachen en Thomas kijkt verschrikt uit de keuken op. Huh? Ik ben ineens in de keuken. Oude babyfilmpjes van Rutger. Rutger gaat naast Thomas op de bank zitten en ze kijken samen naar Rutgers babyfilmpjes en liggen beide in een deuk. Huh? En nu zit ik ineens op de bank? Maar ik kom naast je zitten. Goed idee. En nu gaan we samen in een deuk liggen om mijn babyfilmpjes. Kijk je naar de camera of naar de tv? Hè? Naar de tv. Oké. Okay. Ze maken nog wat selfies en lachen met elkaar. Ik zal lachen ook, hè? Maar dan bedenkt Thomas dat hij naar huis moet gaan en zegt tegen Rutger dat hij een hele spontane en onvergetelijke date heeft gehad. Oh, deze is leuk. Ja, die is ook leuk. Ik bedenk me ineens dat ik naar huis moet gaan, maar het was een hele spontane en onvergetelijke date. Maar... Thomas... Dit was dan misschien niet de date die Rutger had gepland, maar het is een dag die hij nooit zal vergeten en Thomas ook niet. Ik zal deze date nooit vergeten.
Nou, als dit geen Oscar verdient voor onze geweldige acteerkunst, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben onder de indruk van onszelf. Ja, ik ook. Maar ook onder de indruk van de schrijver, schrijfster, namelijk Ophely. Of Ophely. Of Ophely. Ophely. So, ik weet niet, Ophely. Ik hoop dat we het goed hebben gezegd. Je hebt een geweldig verhaal geschreven, bedankt daarvoor. En een mooie naam. Ja, dat is misschien nog wel mooier. Als je deze video nou leuk vond, vergeet dan niet om hem een duim omhoog te geven. Maar Thomas en ik hebben nog een video gemaakt op Thomas' kanaal. Inderdaad. Die staat ook helemaal in het teken van de liefde. Dus ik zou die zeker eventjes gaan checken. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei. Dat is het. Ik wist niet dat je dat erbij zou zeggen. De tweede februariweek is begonnen, dus vergeet je niet te abonneren, want elke schooldag komt er een collab online met een andere YouTuber. Kun je nou ook niet wachten op de video van morgen? Volg me dan even op Twitter, Instagram en Snapchat, want daar hou ik je op de hoogte van al mijn avonturen. Tot morgen!